Ik ben zelf geen gedichtenschrijver, maar ik hou wel veel van gedichten. Heel toevallig heb ik eens uit de BIP dit boek meegenomen. Kees van Kooten heeft Billy Collins vertaald. Ik lees uiteraard nu in het Nederlands. Ik had verschillende gedichten dat ik wou voordragen, maar omdat ik deze nacht slecht geslapen heb, vond ik deze het beste. Nachtbrief aan de lezer. Ik maak mij los uit dit omgewoelde bed en ga naar buiten. Een vogel die zijn nest verlaat. Een slak op stap zonder zijn huisje. Om vervolgens op het gazon te gaan staan. Gewoon een man die niet slapen kan. Te midden van bedaagd doorgroeiende tuinen en bossen. Als ik jonger was, had ik kunnen nadenken over iets dat ik hoorde op een feestje, over een bijzondere auto of over de krant van zondag. Maar ik ben mij er enkel van bewust dat hier een dierlijk wezen in pyjama staat. Iemand die hooguit de bleke vochtigheid van de nacht ervaart en het lichte briesje dat de boomtoppen beroert. De hond is me gevolgd en staat een eindje voor mij, met haar neus omhoog, alsof zij de lange witte bloemen inhaleert, die vanavond zichtbaar zijn in de donkere tuin. En er was nog iets dat ik wilde zeggen. Iets over het warme oranje licht achter de ramen van het huis. Maar nu vraag ik me af of u wel luistert en waarom ik moeite zou doen u dit te vertellen. Het maakt immers geen enkel verschil. Vlekjes as, schilfertjes ijs. Dit blijft alles wat ik wil. U vertellen dat daar in het bos een paar nachtvogels zongen. Dat het gras koud en nat was aan mijn blote voeten. En dat op zeker moment de maan verscheen. Die leek op het bovendeel van Shakespeare's befaamde voorhoofd. Om, en daar had ik niet op gerekend, een vlucht vogels te verlichten. Sorry, geen vogels, wolken.